Een bijzonder goede avond, dames en heren. Mijn naam is Joram, voor degenen die mij niet kennen. Het is maandagavond en dag 3 van het supergezellige Tielt Open. En ik ga jullie vanavond meenemen rondje om het park. Dat doe ik vanavond niet alleen. Ik heb een superleuke vrouw uitgenodigd om mij te helpen. Ik zal haar naam nog even niet noemen. Maar ze is erg leuk en ik kan je vertellen, ze heeft langere benen als de Duitse kroes. Dus blijven kijken. Wim, net niet. Jammer. Wat is je gevoel na deze nederlaag? Super. Je ziet er vrolijk uit. Olympische gedachten. Meedoen is gewoon niet eigenlijk. Heel goed. Tip van de dag, dames en heren. Hier op baan 2, spannende Eredivisie 5 wedstrijd. Hier op baan 3, singeltje tussen Jeroen en Emerson. Spannende wedstrijd. Kijk, dat ziet er gezellig uit. Goedenavond. Oh nee toch. Heb ik nog gevloggen. Is lekker, Joop? Ik heb het buitengewoon. Nu we het toch over eten hebben. Wat vinden jullie van onze dagsponsor Buiten Eten en Drinken? Wel eens geweest? Ja, wel eens geweest? Sponsor van de dag. Kijk, deze toppers is bezig. Achter elke lekkere maaltijd staat natuurlijk het team van afwassers en schoonmakers. Het gaat beter dan gisteren. Ja? Toen stond ik op de tennis aan. Hier ben je beter in? Dit gaat toch beter. Hier op baan 1. Heren enkel tussen Nick en Stefan. Ja. Oh, net balletje hoort er ook bij, hè? Briljant. Loppie eroverheen. Alsof ik er zelf stond. Ja, dames en heren, het is tijd om jullie voor te stellen aan mijn leuke assistente. Loop mee. Daar is ze. Ik denk dat een aantal van jullie haar nu al herkennen. Ja, Sofietje. Hey, heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Ik heb echt vlogervaring, dus dat komt helemaal goed vanavond. Super. En ja, we gaan er wat moois van maken. Goedenavond, heren. Goedenavond. Heeft een van jullie wel eens bij een restaurant buiten gegeten toevallig? Ja. Meen je, ja? En hoe was het? Heerlijk. Perfect. Ja. En heerlijke. Heerlijk eten. Wat voor cijfer geef je? 9. Tussen de 8 en de 9. Tussen de 8 en de 9. Prijs-kwaliteitverhouding 8-9? Ja. Maar dan wees positief, man. Beste restaurant van Gouda, klaar. Oké. Okay. Terecht. Kijk. Zo hebben we er een. Duidelijkheid. Lekker spijkie. Heb je nog tips voor mij? Jezelf zijn. Oh, dat is lastig. En vooral blijven. Ja, vooral blijven. We zijn bij baan 4 aangekomen. Nog heerlijk in het avondzonnetje. Hier spelen Wouter en Karin tegen Hans en Monique. Hier op baan 3 is het heel spannend. Onze eigen tieltopper Fred Veerman is van een 5-2 naar 5-3 achterstand teruggekomen. En hij haalt zojuist het punt binnen en komt terug naar 5-4. Hij speelt tegen Kai, die ook ontzettend sportief staat te tennissen. En we gaan zien wat deze mannen ervan gaan maken. Ja, dames en heren, welkom terug op deze maandagavond. Gesponsord door restaurant Buiten Eten en Drinken. Ik heb een briljant idee. Wat gaan wij doen? Wij gaan een prijsvraag doen. Wat valt er te winnen? Een diner voor 2, inclusief flesje wijn, hier op de vrijdagavond op ons park. Wat gaan we doen? Ik ga een muziekje laten horen van een hele goede film. En jullie mogen raden welke film dat is. Reageer even op Facebook. Vergeet hem ook niet te liken. Komt-ie! Nou, ik denk dat jullie wel genoeg gehoord hebben en gezien. Onder de goede antwoorden loten wij 1 winnaar. Eentje maar. Helaas. Ja, er is ze. Onze supervlogster. Daar is ze weer. Ga je nog wat doen vandaag? Ik ga even vloggen straks. Ik ga mijn 5 even vloggen, want daar staat Tieste Tennis tegen Remco. Tegen Remco, heb je die al gevlogd? Nee, dat ga jij zo doen. Gaan we even doen. Dan draai je even om. Waarom? Even doen. Ik hou jou even in beeld. Ja, helemaal goed. Nou, dan ga ik dat straks even doen. Wat heb ik nog meer te melden? Het is gaan waaien. Is dat al verteld? Nee. Het is gaan waaien vandaag, je kunt het zien. Milo staat op de baan. Ja, Hans, zijn haar klappert helemaal, ik zie het. Heb jij wel eens bij een restaurant buiten gegeten? Ja. Ik zie het. Ja, en hier een beetje. Ik lust het nog. Ik verteer het nog steeds. Heerlijk. Lekker, hè? Vertel verder. Nee, ja, dat was het eigenlijk wel. We zijn okay. Helemaal up-to-date. Dus, nou, succes. Ja, bedankt. Ja, daar staan we. Ik sta hier naast. Naast wie sta ik? Naast Ties. Naast Ties. En Ties, naar waar zitten wij naar te kijken? Naar welke wedstrijd? Naar de wedstrijd om Remco tegen Ties. Remco tegen Ties? Oh, heet die ook Ties?
Oh, kijk, die staan hier op baan 5. Ze zijn net eventjes aan het pauzeren. En oom Remco heeft al 1 punt. Oom Remco heeft al 1 punt, dus jij bent voor oom Remco. Gaan we heel hard klappen zo? 1-1. Oh, nou gaan we hard aanmoedigen. Heel goed hoor. Daar zal je hem hebben. De enige echte Don Chenavat. Wanneer begint de grote pikshow? De grote pikshow begint over 3 kwartier, denk ik. Over 3 kwartier, ja. Wie is je tegenstander? Ik weet zijn naam niet eens. We staan hier bij baan 2, bij onze hoofdvlogger Milo ter Regen tegen Michiel. En het is super spannend. Milo, onze eindbaasvlogger, staat hij. Oh, de Albatras voorrend komt weer. Ja, ja. Hoppatee. Puntje binnen. Lekker hoor, hé. Ja, daar geniet hij van. Ja, ja, ja. Lekker, hè. Helaas. Ja, dus volgend jaar weer. Toch 2e geworden, hè? van deze partij bedoel je. Ja. We zijn aangekomen bij baan 1. Ronald en René tegen Jan en Chris. Heren dubbel 7. Spanning is te snijden. 5-4 eerste set. Niet kan alle doen. Kanten opgaan. Daar zitten we dan bij de match of the day. En Rara, wie zijn dat? Een enige echte Matthijs Zeileman. En Arno van der Starre tegen Kees en Piet. Heren dubbel 7. Hoppa. Hoppatee. En dan de pot die er vanavond als laatste de baan op ging. Glenn tegen Bob. Bobby Ruigrok, wie kent hem niet, hè? Wie kent hem niet? Zoontje van Ad. Hij doet nog steeds mee met de Tielt Open. Superleuk. Ze wilde haren verloren. Ja, jongens, dit is de laatste wedstrijd van de avond. Don tegen Twan. Onze Chinese muur. Hoppa, verlassing! Ai, 6-6, tiebreak derde set. Man, 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 wat een pot. Ai, jammer, ja, ja, ja. Winst voor Michiel. Nou, doei! Doei, tot morgen!